Ah, volgens mijn horloge heb ik weer slecht geslapen. Veel mensen houden hun slaap bij met een smartwatch of een telefoon. Maar wist je dat die daar eigenlijk helemaal niet zo goed in zijn? Sterker nog, ze meten helemaal niet je slaap zelf. Slaap is een ingewikkeld proces dat heel precies door de hersenen wordt aangestuurd. Het is een samenspel tussen allerlei hersengebieden en die maakt dat je gedurende de nacht door verschillende slaapfases gaat. Meerdere soorten lichte slaap, diepe slaap, droomslaap. In het lab kunnen we die slaapfases onderscheiden door de hersenactiviteit, de spierspanning en de oogbewegingen te meten. Nou, net de dingen die je smartwatch niet kan meten. Daar kom ik zo op terug. Om een goed beeld te krijgen van je slaap is de meting van de hersenactiviteit het belangrijkst. Dat doen we met deze elektrodes die op het hoofd zijn geplakt. Die meten de activiteit in de hersenen en dat zie je hier in die golvende lijnen. En gedurende de nacht hebben ze steeds een ander patroon. Daarnaast meten we de activiteit van de spieren. We gebruiken hiervoor een plakker onder de kin. In sommige slaapfases zijn de spieren actief, maar in de droomslaap zijn je spieren bijna helemaal ontspannen. En dat is handig, want anders ga je dromen uitoefenen. En tenslotte de bewegingen van de ogen, met behulp van nog een paar draden. In lichte slaap bewegen de ogen langzaam heen en weer. In de droomslaap gaan ze met snelle schokjes alle kanten op. En daarom heet de droomslaap ook wel REM-slaap, Rapid Eye Movement. Op basis van al deze metingen kunnen we vaststellen in welke slaapfase iemand zich bevindt. Geloof me, dit is een typisch voorbeeld van diepe slaap. Dit stukje meting laat maar 30 seconden van de slaap zien. En zetten we al die blokjes van 30 seconden op een rij, dan krijgen we een samenvatting van de hele nacht. Dit noemen we een hypnogram. De hoogte van de lijn in dat hypnogram laat zien in welke slaapfase iemand zit. Je ziet hier een stukje lichte slaap, een stukje diepe slaap en dan een stukje droomslaap. Dat zijn die rode blokjes. En over de nacht doorloop je een aantal van die zogenaamde slaapcycli. In dit geval zie je ook dat de persoon toch een aantal keren kortdurend wakker geworden is in de nacht. Al die informatie samen wordt door een slaaparts meegenomen om vast te stellen of iemand goed geslapen heeft of dat er misschien een slaapstoornis speelt. En het is nog best lastig om uit zo'n hypnogram af te lezen of iemand een goede kwaliteit slaap heeft gehad. Dat brengt ons terug bij die smartwatch. Wat meet die dan precies? Zo'n apparaatje kan niet de hersenactiviteit meten. En meet dus ook niet direct je slaap. Het probeert iets van de slaap te zeggen door andere lichaamsfuncties te meten. Namelijk hoeveel je beweegt en variaties in je hartslag. Dat principe is interessant. We weten namelijk als je heel nauwkeurig kijkt, er kleine veranderingen in het hartritme zijn over de nacht. In diepe slaap wat langzamer en regelmatiger. En in de droomslaap net wat sneller en onregelmatiger. Maar die veranderingen zijn heel klein en verschillen nogal van persoon tot persoon. Het is een moeilijke meting en vaak niet erg betrouwbaar. En toch geeft die smartwatch wel een indrukwekkend ogende slaapgrafiek, zo'n hypnogram. Het is een voorbeeld. Een jong iemand die verder prima slaapt. Maar als ik er naar kijk, dan krijg ik de indruk dat hij in de tweede helft van de nacht wel vaak wakker is geworden en er begin van de nacht maar weinig diepe slaap heeft gehad. En hierdoor kan iemand het idee krijgen dat er een veel slechtere slaapkwaliteit was dan in werkelijkheid. De meting lijkt dus 1. niet erg betrouwbaar en 2. de grafiek is ook nog eens lastig te interpreteren. Een bijkomend probleem is dat sommige mensen zich zorgen gaan maken als hun horloge een slechte slaapscore laat zien. En juist door die extra focus op je slaap kun je een slaapprobleem krijgen. Hoe komt het nou dat het horloge ernaast zit? Dat heeft meerdere redenen. Als eerste, het meet dus niet direct je slaap, maar hartslag of beweging. En verder zijn veel horloges die je in de winkel kunt kopen, maar heel beperkt getest. Bijvoorbeeld alleen op een kleine groep normale slapers en maar tijdens een paar nachten, waarmee ze willen aantonen dat het werkt. Maar dat werkt dus lang niet voor iedereen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat als er wel een slaapstoornis aanwezig is, de hartritmepatronen in de slaap vaak anders worden. En dan is zo'n horloge al helemaal niet betrouwbaar meer. En dan zijn er ook nog apps op je telefoon die, terwijl ze een stuk van je vandaan liggen op bed, de mooiste slaapgrafieken tevoorschijn toveren op basis van beweging en geluid. Maar je snapt vast wel dat dit al helemaal ver staat van een betrouwbare slaapmeting. Maar toch snappen wij ook dat altijd meten met al deze apparatuur niet ideaal is. Mensen zitten aan zoveel draden vast, erg lekker slaap je er niet van. En als slaaponderzoeker wil ik ook niet meer 1 nacht meten, maar het liefst weken achter elkaar waarin iemand in zijn eigen bed slaapt. En daarom zijn we bezig om die metingen op basis van hartslagvariatie met zo'n horloge te verbeteren. Op zo'n manier dat ze wel betrouwbaar genoeg zijn. Niet alleen bij gezonde slapers, maar juist ook bij mensen met een slaapstoornis. Dat doen we door de betrouwbare slaapmeting te combineren met nieuwe apparaatjes, waaronder ook een horloge wat hartslag meet.
We hebben ondertussen gegevens van bijna 2000 proefpersonen, van jong tot oud en van mensen met allerlei slaapstoornissen. Op basis van al die data, in combinatie met slimme analysetechnieken, proberen we een horloge te maken dat wel betrouwbare uitspraken over slaap kan doen. Wat mij betreft blijft dat wel een apparaat dat door een dokter meegegeven wordt aan iemand, zodat die de metingen kan interpreteren. Tegelijkertijd snap ik ook dat mensen graag zelf willen meten. Dus we denken ook na over nieuwe manieren om de slaapmeting met je smartwatch simpeler weer te geven. Zodat het niet een ingewikkelde grafiek is, maar een meting die iedereen snapt en waar je echt wat mee kunt. Kun je aan een loopje zien of iemand dementie heeft? En wat kun je zelf doen om de kans op dementie te verlagen? Ik ben Amber, hersenonderzoeker, en ik leg het je volgende week graag uit.